politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Op maandag 12 december jongsleden, s'avonds om 21:45, werd een inbraak gepleegd in het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo. Uit het museum zijn drie schilderijen van Vincent van Gogh gestolen. Te weten, de aardappeleters, het weefgetouw met wever en uitgebloeide zonnebloemen. De politie wil graag antwoord op de volgende vragen. 1. Wie heeft op maandag 12 december jongsleden in of nabij het museum Kröller-Müller, dan wel in of nabij het Nationaal Park de Hoge Veluwe, personen gezien die zich verdacht hebben gedragen? 2. Wie heeft op maandag 12 december jongsleden in of nabij het museum Kröller-Müller, dan wel in of nabij het Nationaal Park de Hoge Veluwe, voertuigen gezien, mogelijk in combinatie met personen? 3. Wie kan inlichtingen verstrekken over de huidige verblijfplaats van de schilderijen? 4. Wie kan op andere wijze inlichtingen verstrekken over dit misdrijf? Uw informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Als u op één van deze vragen antwoord kunt geven, belt u dan met het recherche bijstandsteam bij de gemeentepolitie van Ede. Telefoonnummer 083-80-88-911. Maar u kunt ook met de plaatselijke politie bellen.